Achter mij bevindt zich een gedeelte van het Augustijnenklooster in Erfurt. Erfurt was in de middeleeuwen de vijfde grootste stad van Duitsland. En in een van die grote steden kwamen ook de Augustijnen terecht. Natuurlijk waren de Franciscanen en Dominicanen hen al eerder voorgegaan, maar in 1266 komen de Augustijnen aan in Erfurt. Een paar jaar later moeten ze weer verdwijnen, worden weggestuurd door het stadsbestuur, maar gelukkig mogen ze ook weer terugkeren en in 1277 bouwen ze hier een klooster. Een groot klooster. Uiteindelijk wordt een klooster waar meer dan 100, 150 soms zelfs monniken, de Augustijnen, wonen. Gericht op de studie, want in de 14e eeuw, eind 14e eeuw, wordt ook een universiteit gesticht. En een belangrijk klooster ook. Niet alleen vanwege de studie, maar ook vanwege iets anders. Op 17 juli 1505 klopt een student aan de poort van het Augustijnenklooster in Erfurt. Die student heet Maarten Luther. Maarten Luther studeerde in die stad al een aantal jaar, vanaf 1501, de zeven vrije kunsten. En na zijn studie zou hij rechten gaan studeren. Maar hij had een bijzondere ervaring gehad. Zo gaat het verhaal in ieder geval, dat hij ook zelf vertelde, dat hij bij een onweerstorm op 2 juli 1505 zo angstig werd, dat hij gevraagd had en gebeden had, Heilige Anna, ik zal monnik worden. En daarom klopt hij aan bij de Augustijnen in Erfurt, die hij waarschijnlijk ook kende als predikers van de studentenkerk. Dus Maarten Luther treedt hier binnen. En het zouden belangrijke jaren zijn in zijn leven. Een jaar later doet Maarten Luther in deze kerk zijn eerste gelofte. Hij wordt Augustijn. Weer een jaar later wordt hij priester gewijd in het dom hier in Erfurt en doet hij in deze kerk zijn eerste mis. Bij het opdragen van de mis wordt hij zo door angst overvallen dat hij aanvankelijk niet in staat is om de mis te vervolgen. Het is dit altaar, hier recht voor je, waar Maarten Luther zijn eerste mis deed. In de kerk bevinden zich prachtige gebrandschilderde ramen. Dit raam in het hoogaltaar inspireerde Luther ook voor het kiezen van zijn wapen, namelijk de Lutherroos, die je onderaan in het raam ziet. Hij verbond daarmee een kruis en dat werd zijn eigen persoonlijke wapen. Maar het was het raam waarin hij tot 1511... iedere dag tegenaan gekeken had met een aantal onderbrekingen dat hij voor studie onderweg was. Aan de linkerkant zie je een zeer bijzonder raam. Een gebrandschilderd raam dat gemaakt is tussen 1310 en 1340. Dat is een van de oudste gebrandschilderde ramen ter wereld. En wat zeker ook bijzonder is, ze verbeelden taferelen uit het leven van Augustinus. Soms een legende, soms een interpretatie uit het leven van Augustinus en van de heilige Monica. Hoe hij studeert, hoe hij gedoopt wordt en hoe hij zelf ook zijn kloostergemeenschap vormt. Van 1507 tot 1511 verblijft Luther verder in Erfurt. Hij studeert aan de universiteit theologie en wordt uiteindelijk ook baccalaureus biblicum, waardoor hij zelf ook lesgeeft aan de universiteit. Tussentijds is hij nog wel even een keer onderweg, een paar keer onderweg, tot het uiteindelijk ook in 1511 gevraagd wordt om professor te worden in Wittenberg. Hier in Erfurt, een Augustijnenorde met de predikambt, en ook het predikambt wat ze bekleden, zien we ook deze preekstoel aan de buitenkant van de kerk, omdat het naast de grote weg stond, waar veel mensen langskwamen, waar veel plaats was om daarop te gaan staan en mensen te verkondigen. En
Maarten Luther zou zeker over de genade Gods verkondigen. Het klooster zal de reformatie zal daar zeker een grote invloed op hebben, want Maarten Luther, zoals bekend, die de kerk wil hervormen, die de stellingen in ieder geval publiceert. Hij moet zich verantwoorden voor de Rijksdag in Worms. En de prior hier in het Augustijnenklooster, Johannes Lange, dat is een vriend van hem. Die zal uiteindelijk ook in 1522 ook uittreden, zal trouwen. En niet veel later, 3 jaar later, wordt het klooster geconfiskeerd. De meeste van de Augustijnen treden uit. Een minderheid die mag blijven in het klooster. De kerk wordt wel geconfiskeerd voor de reformatorische eredienst. Totdat uiteindelijk in 1556 de laatste Augustijn sterft. Dus het getuigt wel van een tolerantie dat de Augustijnen gewoon in het klooster mogen blijven, maar ze mogen geen nieuwe leden aannemen. 1556, dus de laatste Augustijn, verdwijnt hier uit het klooster. Daarna wordt het een middelbare school, het wordt verbonden aan de universiteit, later ook aan het stadsbestuur gevraagd. En nu is het een deel van een expositieruimte. Het evangelische klooster, het is van de evangelische kerk, het hele complex, waarin je veel kunt zien over de Bijbel, over Luther. Er is in het klooster ook een cel die doet denken alsof Luther daar gestudeerd heeft. Nou, dat klopt niet helemaal. Luther had niet echt een eigen cel. Ze sliepen gewoon gemeenschappelijk in de slaapzaal, maar wel een eigen cel waar je dan gedurende een bepaalde periode kon studeren. Nou, het is later wat verbrand, dus het is min of meer wat gereconstrueerd. Maar een prachtig klooster, eigenlijk helemaal nog in middeleeuwse stijl, nog over. Midden 17e eeuw kreeg de bisschop van Mainz weer invloed in Erfurt. En dat betekende dat ook de Augustijnen weer konden terugkeren in Erfurt. Het Augustijnenklooster, dat kregen ze niet meer terug. Ze kregen wel een andere plek. Hier bij de heilige Wigbertkerk. Daar konden ze opnieuw een klooster bouwen en dat bleef bestaan tot 1822. Toen werden alle goederen weer geseculariseerd en verdwenen de Augustijnen uit Erfurt. En zijn de Augustijnen nu voorgoed weg uit Erfurt? Toch niet. Op behoorlijk aandringen van de bisschop van Erfurt zijn de Augustijnen een nieuwe stichting begonnen in 2013. Heel bescheiden. Gewoon hier op de eerste verdieping gehuurd op een grote pastorie van de evangelische kerkje. Hebben ze gewoon bekeken, ja, wat kunnen wij doen hier in Erfurt? Maar 6% van die grote stad is katholiek. Er is een grotere evangelische kerkje. En veel meer mensen die ook helemaal niet in God geloven of niet bij een kerk horen. Wat kunnen we hier doen? Gewoon bescheiden kijken, wat wordt voor ons gevraagd? Waar kunnen we God zichtbaar laten zijn? Achter mij is de Brunnenkirche. Die kerk is zo genoemd omdat volgens een verhaal, een legende, dat de heilige Bonifatius hier een bron gegraven zou hebben. Maar het is een hele kleine en bescheiden kerk, eigendom van het domkapitel van Erfurt. En de Augustijnen die hier nieuw begonnen zijn, een aantal jaar geleden, die zijn hier een bescheiden project begonnen. Gewoon dagelijks Augustiviering, een Tischgespräch, een bijbelgroep, wat muziek en proberen te kijken wat in de stad allemaal mogelijk is.